Een overzichttentoonstelling in Galerie van Slagmaat in Woerden vormt ook dit jaar weer de opmaat naar de galerieroute. Wethouder van Cultuur Jelmer Vierstra opende de tentoonstelling. Vierstra zei dat er in Woerden op cultuurgebied veel te doen is, maar dat beeldende kunst wel wat meer aandacht mag krijgen. Wij hebben in Woerden, ik woon hier mijn hele leven, en dat is niet altijd zo geweest. Dat er zo'n brede basis was dat Woerden die toffe stad is geworden die het is, omdat wij cultuur zo belangrijk maken in Woerden. Ik denk dat we hebben gezien dat er inmiddels nou tussen maart en september ongeveer ieder weekend wat te doen is in Woerden. En heel vaak is dat muziek, heel vaak is dat of straattheater. Volgende week de Culture Run, ook heel leuk denk ik. Wandelen er al monumenten van Woerden. Maar die atelierroute, dat is een van die evenementen die over beeldende kunst gaat. En dat is er eentje die wel wat extra aandacht vraagt wat mij betreft. Mag ook één keer in de twee jaar de cultuurprijs uitreiken. En constateerde de jury dat er heel weinig beeldende kunst genomineerd wordt. De wethouder sprak de wens uit dat beeldende kunst een plek krijgt die het verdient. Aan de atelierroute doen dit jaar zo'n 52 kunstenaars mee. Een deel van hen exposeert in etalages in het centrum van Woerden. Een uit het coronatijdperk overgebleven aanpak die voor sommige kunstenaars juist een mogelijkheid biedt om mee te kunnen doen. Meer mensen konden meedoen die niet zo heel veel werk nog hadden gemaakt en toch al een keer het aan het bredere publiek wilden laten zien. En inderdaad, het brede publiek loopt natuurlijk gewoon door Woerden heen en wordt dan automatisch in aanraking gebracht met de kunst. De atelierroute is dit jaar op zaterdag 7 en 8 oktober. Die dagen en de vrijdag daarvoor is ook de overzichtstentoonstelling nog te zien.